We gaan eerst even het blad in beeld nemen. Voilà. Daar staat het. Rob Barrel, 9 uur 46, 54. Hoe zot is dat? Rob Barrel, proficiat wereldkampioen. En dan ja, gewoon een 60er onder de 10 uur duiken. Dus, dat is onvoorstelbaar. Ja, ja, het is, ik had gehoopt zo net boven de 10 uur. Maar ja, het was gewoon een super dag. Heerlijk gezwommen. Fietsen was wel, ja, kon niet echt doortrekken, maar wel heel constant gefietst. En het lopen, ja, eigenlijk, ja, het is heel moeilijk in te delen, want het gaat alles maar op en neer. Sommige stukken steil en dan zak je tempo. Maar het voordeel is de laatste 4-5 kilometer is veel naar beneden. En dan, ja, dan kan je toch op wilskracht nog een beetje souplesse houden. Maar jij bent blijkbaar blijven doorgaan. Want met die tijd, dan wil dat niet zeggen van die laatste 5 kilometer even rustig gaan naar beneden. Nee. Dan kon ik het tempo weer oppikken en weer een beetje goed maken wat je op de klimmen verliest. Maar ik ben goed kapot. Ja, dat, ja. Dat zie ik. Ja, dat mag ook wel na zo'n een paar kilo verloren, denk ik. Je laat een hoop jonkies achter je, Rob. Ja, maar toch. Ik bedoel, 275 zitten er nog voor, hè. Ja, maar goed. Hier zijn de 2400 beste van de wereld. Dit zijn de beste van de wereld. Dit is gewoon fantastisch. Ja, en 6 weken terug Rotterdam, Olympic Distance, WK en nu Ironman Distance. Nou ja, dus, mooier kan het niet, hè. Het blijft onvoorstelbaar. Is het heel hard veranderd? Want jij bent hier ooit eerder geweest in heel andere tijden. Ja, het fietsen is enorm geëvalueerd. Het lopen, als je kijkt hoe dicht het veld voorin zit bij de pro's, dat is echt ongelooflijk. Ja, betere trainingsmethodes, veel meer kennis over aerodynamica en vermogensmeters, voeding, al die dingen zijn allemaal procentsgewijs verbeterd en totaal heeft het heel veel verschil gemaakt. Ja. En het is ook wel echt één groot circus geworden. Was het vroeger ook al zo of viel dat wel ja, mee? Nee, nou, ja, het is Amerikaans en dat maakt het ook mooi en dat geeft het glans. En ja, als het dan goed gaat, dan geniet je daar ook van. Hè. Het is, maar het is wel groot. Het is wel, die drukte bij de start, dat is ook wel even heel erg benauwd. Maar ja, het hoort er allemaal bij. Volgens mij lag je redelijk rap los in het zwemmen. Vooral ja, los, dat niet. Maar ik lag heel goed vooraan. Ja. Dus dat is natuurlijk ook een beetje ervaring. Een beetje zoeken en een beetje duwen. En goede plek kiezen en in je ritme komen. Ja. Was dit nu een eenmalige comeback naar Hawaii? Of denk je nu van, nou, de komende jaren, de volgende categorieën wil ik ook nog wel eens proberen? Ik durf het niet te zeggen. Maar in principe was het de laatste keer Hawaii. Want het is zo duur. En ja, ik word maar één keer 60. En dan, ja, dan is het mooi. Voilà, geniet. Maar wie weet, over 10 jaar misschien ongelooflijk veel kriebels en dan doe ik het nog een keer of zo. Het zou mooi zijn om dan opnieuw onder de 10 uur te duiken of zoiets. Of dan het onder de 11 of zo. Het gaat nu heel hard bergaf, maar er zijn er ook minder deelnemers. Het valt nog heel goed mee. Laat nog één keer zien, het is echt wel indrukwekkend. Hier, geniet ervan. Rob Barrel, 9 uur 46, 54. Wereldkampioen bij de mannen 60. Rob, proficiat man. Proost.